Alleen maar mannen in de hoofdrol in deze aflevering van Brugman. Hij heeft alles met de Tour de France, maar misschien ook wel iets met de Vuelta. Die komt volgende week naar Den Bosch, Ton Rombouts. Hij was leraar en journalist bij het Brabants Dagblad, correspondent in Londen, maar was vooral van het Stan Huygensjournaal in de Telegraaf. Willem Kool. Moet Den Bosch binnenstad meer dan alleen vlaggetjes en feestelijke verlichting? Binnenstadsmanager Wouter van der Leij. Dat zijn onze drie gasten vandaag in Brugman. Welkom heren. Willem, voor de eerste keer hier volgens mij op de tramkade? Klopt, ja. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Woont in Amsterdam, dus is ook niet heel vreemd. Ja, inderdaad. Maar het is wel een mooi gebied, want ik kijk mijn ogen uit. Er zijn nogal wat activiteiten. Ik heb nog nooit zoveel parkeerplaatsen in een stad gezien. Ja, daar hebben we hier nog voldoende. We gaan even het nieuws doornemen, want het leuke is ook het eerste nieuwsbericht wat ik uit de DTV-nieuws van deze week koos. Was dat er steeds meer ingebroken wordt hier op de tramkade. En de horeca klaagt erover en die willen graag meer camera's. Want ja, dat zou veiliger zijn. Ik weet niet hoeveel inbraken al dit jaar. Zelfs wij zijn er een beetje slachtoffer van geweest, want onze spullen werden hier ook opgeslagen en er was ook inbraak. We hebben niks weg gelukkig, maar het is een probleem. Moeten er camera's komen? Ik denk dat we meer zelf allemaal op moeten letten. Dit is een inhaalslag na corona, ja, dat weten we. Dus iedereen gaat weer naar buiten. Ik geloof in sociale controle. Ja, maar camera's maakt wel een stuk veiliger, lijkt mij, Tom. Ja, laat ik eerst zeggen, wat een geweldige plek hier, hè? Tramkade. En ik hoop dat het gemeentebestuur de komende jaren deze mooie functies hier weet te houden. Gratis advies. Maar ik ken de plek waar het eigenlijk om gaat, hè? Want zwervers vinden hier een droge en warme, relatief warme plek. Ik vind het heel zielig voor de mensen die hier die mooie initiatieven hebben genomen, dat hier wordt gestolen en zo vaak. Maar zou je er meteen camera's neer laten zitten? Nou ja, eigenlijk liever niet. Misschien is het nu toch wel de beste oplossing. Er zijn steeds meer geldautomaten die leeg blijven in de stad. Ik merk het zelf van de week ook. En het is, zal je niet verbazen, personeelstekort bij de bedrijven, de geldtransportbedrijven. Hebben jullie al lege automaten gehad ook? Ik heb het wel meegemaakt, maar extra stimulans om digitaal te betalen. Dus ik denk dat helpt ons. Ik gebruik al 2 jaar helemaal geen geld. Ik heb nooit geld in mijn handen. Ik gebruik het ook niet meer. En waar is je portemonnee nu? In Amsterdam. Ja, dat zei je net. Je kon parkeergeld niet betalen. Ik heb mijn telefoon. Willem, met de telefoon kun je ook alles. Ja, maar je had de app nog niet ingevoerd, zei je. Goed, nee, dat was de parkeerapp. Nou, Willem, maar gewoon pedalen met het ding kan er wel. Willem wordt in Den Bosch gewoon altijd vrijgehouden. Ja, ik weet niet of jullie er last van hebben, maar heel veel mensen hebben dat wel. De droogte. En ook in Den Bosch kom je daar natuurlijk niet aan. Je ziet overal bruin gras, vieze groene drek in stilstaand water. Er komen landelijk in ieder geval nog geen extra maatregelen en maandag pas mogelijk regen. Hebben jullie er last van, de droogte? Ik denk dat het een nieuwe realiteit is. Dat we dit elke zomer moeten... Ja, dit gaan we toch veel meer krijgen. En vooral de horeca moet erop inspelen, denk ik. Ik vind het fantastisch. Ja, het klinkt heel raar misschien. Ik ben geen boer, maar mijn vrienden en ik waren gisteren op Zandvoort. Wij zeggen, als het altijd zo is, dan hoef je helemaal niet meer naar het buitenland. Je kunt zo de zee in zwemmen, dat is schoon. Dus in Amsterdam kun je bepaalde gebieden overal zwemmen. Jij blijft vaker in Nederland. Ik blijf in de zomer altijd in Nederland. Ik kan de bossen zomaar aanraden. Nou, echt fantastisch. Daar zitten we middenin, om het zo maar te zeggen. Er zijn in Den Bosch steeds meer klachten van vrouwen die nagefloten worden. Er is geen verbod op, maar misschien is het niet altijd gewenst. Nou, jullie zijn geen nafluiters, schat ik zo in. Jij bent al van de mannen, dus je vrouwen ga je dan sowieso niet nafluiten. Nee, Ton ook niet, neem ik aan. Het is alleen verward. Ik vind het echt waardeloos. Wat, het nafluiten? Ja. Ja. Nee, sommigen zeggen het is waardeloos dat vrouwen niet meer nagefloten mogen worden, want het is juist een compliment. Maar... Ja. Ik ben van de generatie dat mijn vriendinnen zeiden, ik maak me pas zorgen als ik niet meer nagefloten word. Precies. Dus het is een glijdende schaal en daar moeten we ons bij aanpassen. Boeren hebben aangekondigd dat ze volgende week ook hier in Den Bosch zullen demonstreren als de Vuelta de stad aandoet. Wat zou een burgemeester kunnen doen? Ja, het een beetje reguleren, hè? Want ja, dat recht om te mogen demonstreren, dat moeten we natuurlijk intact houden. Maar ik zou altijd in gesprek gaan met de organisatie, en dat zal ik er zeker doen,
om te zorgen dat het evenement wat hier dan één keer plaatsvindt, dat het ook netjes kan plaatsvinden. Ja, maar dat de boeren ook hun verhaal ergens, nou, aparte een beetje plek. Afgezonderd. Je moet altijd in onderhandeling gaan van wat is redelijk, ook voor hen, hè, want hun boodschap moet natuurlijk wel in beeld kunnen komen. De treinen, een zorg hier voor de stad. Waren er eerst geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, kon je van Amsterdam niet zo makkelijk in de stad komen. De komende weken geldt dat voor Den Bosch-Eindhoven. 2 weken lang zijn daar geen treinen omdat er aan het spoor gewerkt wordt. Heb je er last van gehad? Ja, ik. Ja, jij woont in Noordwijk. Ik woon in Noordwijk. Ik kom elke dag met de trein naar Den Bosch. Ja, de afgelopen 3 weken was het drama. Irritant. Echt heel vervelend, vooral omdat de NS alleen aangeeft. Vanaf nu moet u de app raadplegen. Maar ja, die zeggen we niks over bussen. Dus heel storend. Ja. Het zal je misschien niet verbazen, maar er komt een speelfilm van onze bossenaar Marco Koon. En nu wil het dat men op zoek is naar zo'n 200 tot 250 carnavalsvierders als figurant. Wie van jullie doet mee? Ik zag jou met een... Jij doet mee? Nou, nee, ik doe niet mee, maar ik zou wel een figurantenrol kunnen krijgen als men weet, en dat weet men vanaf nu, dat ik Marco 5 minuten voor het bekende plasje voor café Dit nog gesproken heb. Want hij kwam langs, gewandeld, even altijd een praatje. En daarna las ik in de krant dat ongeveer op hetzelfde uur, nou ja. Ja, goed. Het wordt een hoofdrol. Het was een hoofdrol, dat denk ik ook. Het moment waarop alles misging voor Marco Koon eigenlijk. Ja, Wouter van der Leij die is sinds maart binnenstadsmanager. Hij heeft een verleden bij V&D, de HEMA, Phonehouse. Een winkelier zou je kunnen zeggen in hart en nieren. Hij woont dus in Noordwijk en kijkt eigenlijk als een buitenstaander hier naar Den Bosch. Nou, Wouter vroeg me af, je komt hier Den Bosch binnen, van buitenaf. Ja. Je wordt binnenstadsmanager. Wat zie jij, hoe zie jij die binnenstad? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, nu een half jaar kom ik elke ochtend de binnenstad in. En ik ben nog steeds heel vrolijk als ik de binnenstad binnenkom. Ik denk dat een boel bossenaren niet beseffen hoe uniek Den Bosch is. Als je de brug overloopt en je wordt echt omarmd. De brug met alle zwervers en zo, dat hoort erbij? Dat hoort erbij. Ik denk dat het wel beter gereguleerd kan worden. Maar als je een stad bent, dan horen de rauwe randjes horen erbij. Dat is hele mooie rauwe randjes, zoals waar we hier zitten. Ik vind dit echt een pareltje van Den Bosch, waar ik echt mijn best voor ga doen om het overeind te houden. Maar ja, de andere kant van de medaille zijn zwervers op plekken waarvan je denkt, ja, willen we dat nou? Het hoort wel bij de stad. Nou, een van jouw uitspraken is, de lat moet hoger. Ja. Wat bedoel jij daarmee? Hoe ziet er dat uit? Hoe moet die lat hoger hier in de binnenstad om die aantrekkelijk te maken, maar aantrekkelijker te maken? Ja. Ja, mijn ervaring, ik heb een 100-tal mensen, ondernemers gesproken, ben nu vooral ook met bewoners in gesprek. Het mooie van Den Bosch is dat we scoren al op heel veel elementen een 7, soms zelfs een 8. Alleen de consument is ongelooflijk kritisch en die kijkt veel kritischer dan voorheen. Die hebben ook veel makkelijker een stem op social media. En als je iets nauwkeuriger kijkt in de stad, ik denk dat de boel mensen niet leuk vinden dat ik het zeg. Maar ik vind het een beetje groezelig, de uitstraling. Groezelig? Toen ik na carnaval begon, toen dacht ik van, nou, de schoonmaakbeurt na carnaval, die moet nog komen. Ik wacht er nog op. Dat ben ik het met je eens. Dat plakte nog weken en volgens mij is het nog niet in de. En als ik kijk naar onze vuilnisbakken, ik vind dat we best voldoende vuilnisbakken hebben. Maar hoe ze eruit zien, ja, te vies om er afval in te gooien. Als je wat dieper gaat, ik vind dat we prachtige horeca hebben in Den Bosch. Maar wel een tikkeltje eenzijdig. En dat bedoel ik met de lat mag omhoog. Als je inderdaad dol bent op een fantastisch biefstukje, een mooie saté, dan kan je kiezen wat je wil, maar als je toch de nieuwe doelgroepen die veel tijd en veel geld besteden in de horeca, die vragen toch om wat meer vega-achtige invloeden, wat meer Noord-Afrikaanse keuken. Meer diversiteit in diversiteit, in de aanbod van de horeca. Die mis ik echt. En wat we nog meer moeten benadrukken, wij hebben in verhouding in Den Bosch heel veel mooie zelfstandige ondernemers. In verhouding minder ketenbedrijven, een zegen voor Den Bosch.
Maar geef ze dan ook die aandacht, geef ze de ruimte, geef ze een platform om die creativiteit die ze hebben... Meer ruimte voor meer de ruimte geven. En ik waar hoop, zit die ruimte dan in? Die ruimte zit in voor mij heel veel dingen op straat. Vandaar dat wij meer kunnen uitstallen. Uitstallen vind ik binnen kaders. Ik zie het handje van Ton Rombouts, die gaat ze op en neer. Oei, wat zegt hij nou? Nou, ik denk dat ik Ton heel goed begrijp. Als ik de draadbakken zie buiten de kruidvat, dan ben ik het direct eens met Ton. Maar ik ken ook een aantal ondernemers die een heel mooi gedekt tafeltje buiten hebben staan, waar een servies op staat, wat ze dan willen verkopen. Maar ga dat maar eens handhaven, denk ik. Hè? Dat is het probleem, Ton Rombouts. Zeker. Maar dan zeg ik... Ik wil het bestuur een compliment maken dat ze Wouter en... zijn collega Mark, ook een kanjer, hebben aangetrokken om dit te gaan doen. Want het is gewoon hard nodig. Ik had het in mijn tijd ook al gewild, hè? Zo'n stichting City Marketing, om te zorgen dat de stad vooruit zou gaan. Dat is me niet gelukt. Op dat moment, de tijd was er toen denk ik niet rijp voor. Maar ik heb de analyse van Mark en Wouter een maandje geleden gehoord. Die is gewoon precies maar wat op spreek maat. Je daar dan zo aan? Nou, dat zij de lat hoog leggen. Dat ze ook durven zeggen dat dingen beter moeten. Ja, en ik ben het helaas met hem eens. Dat vind ik echt heel jammer dat de binnenstad toch een beetje aan het verloederen is. Die stond erom bekend voor mijn tijd al, hè, dat er heel erg goed schoongemaakt werd. Niet alleen naar carnaval, maar naar elke weekmarkt. Zaterdags om 17:15, als de markt voorbij was, dan gingen de wagentjes al rond. Ja. En dat is het begin, hè. Schoon, exact. Heel en veilig. Ja. Willem, jij komt... ook regelmatig terug naar de stad waar je lange tijd gewoond hebt. Zie jij dit ook? Of? Nou, je moet echt... En hoe kijken ze van buitenaf, zeg maar, naar Den Bosch? Want jij nou, maakt dat mee. Ik denk dat Den Bosch... Ik ken alle steden van Nederland. In het buiten, ik reis heel veel. En dan is Den Bosch wel een geweldige stad. Het heeft net wat Wouter zegt. Het heeft alles. Het is hele vriendelijke mensen. Het ziet er geweldig uit, die historische binnenstad. Sommige delen worden heel mooi en goed onderhouden. Kijk, als ik denk aan het Noord-Brabants Museum, daaromheen, die straten, picobello. Maar het klopt ook, die groezeligheid. En dat heeft niet alleen Den Bosch. In Amsterdam, waar ik woon, heb je precies hetzelfde. Wij bewoners klagen steen en been. Hoe komt dat er wordt dan? Veel te weinig. De steden worden groezeliger, worden viezer? Dat verbaast nou, me dat jullie dat zo de overheid, de gemeentelijke overheid, besteedt daar gewoon te weinig aandacht aan. Je zult veel vaker, wat Ton ook zegt, je zult veel vaker erop uit moeten. En het moet echt beter onderhouden. We zijn ook met veel meer mensen dan vroeger, hè? Dat vergeten de mensen wel eens. Maar daarnaast, Willem, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik mis ook eigen initiatief. Ik mis ook wij als bewoners, wij als ondernemers. Maak 's ochtends even je eigen stoepjes schoon. Ja. Ik denk heel vaak in één minuut. Wat kan je als ondernemer, als bewoner, elke dag in één minuutje even doen voor je eigen directe omgeving? En dat is een mentaliteit die vind ik moeilijk. Het is te makkelijk om maar steeds te zeggen overheid. Het is voor mij en. Willem Kool, hij was ooit onderwijzer, dat zou je misschien niet zeggen. Hij werd journalist, heeft een verleden dus bij het Brabants Dagblad, maar vooral ook bij de Telegraaf, waar hij 16 jaar het Stan Huygensjournaal bediende. Hij bezocht de Glamour en de Glitter en sprak met vele beroemdheden. Maar nu is hij met pensioen en hij woont al inmiddels lange tijd in Amsterdam, maar komt regelmatig hier terug naar zijn eigen stadje. Want dat Den Bosch kwam best vaak voor in dat Stan Huygensjournaal in de Telegraaf. En ik neem aan dat aan jou lag. Nou, Ton Rombouts vond het geweldig. Ja, kijk nu ook nog een schouderklopje. Die speelde ook vaak een hoofdrol. Maar het is waar, daar heb ik ook wel commentaar op gekregen van andere burgemeesters. Uit Maastricht, uit Groningen. Die zeiden, ja, je zit zo vaak in Den Bosch. Ik zei, ja, maar dan moet je me uitnodigen. Kijk, zij hadden een heel actief uitnodigingsbeleid. En ik was overal bij. Als met carnaval stond ik op het bordes. En met de ministers die als gast waren. En dat is voor mij weer interessant voor de rubriek. Ja. Met Jazz in Juketown, ja, dan nodigen ze bepaalde VIP's uit om vooraan te staan. Nou, dan zitten ze mij ertussen. Nou, geheim dat je, ik kom niet voor niks. Nee. Want mijn tijd is kostbaar, dus altijd waar ik ben, ik schrijf. Tijdens dit gesprek zullen we verschillende foto's laten zien waar jij met alle beroemdheden op staat. Je kent ze allemaal, behalve als er één iemand op staat die je niet kent, dan is het je Marokkaanse vriend. Maar ik vroeg me af, die ging toch niet altijd mee, hè? Ik neem aan dat hij woont twee verschillende levens hadden. Nee, dat klopt. We zijn bijna 10 jaar samen. Maar hij woont pas 3 jaar samen met mij nu in Amsterdam. Maar voor zover het kan, hij gaat wel de afgelopen 3 jaar
mee naar diners, mee naar gala's. En dat vindt hij ook leuk. En dan, hij heeft zelf altijd in de vijfsterrenindustrie gewerkt. Het beste hotel van de wereld, wat nu nummer 1 staat op alle lijstjes. Daar was hij chef, guest relations manager. Ja. Dus hij is er ook heel vertrouwd mee. Ja. Zoals jij op al die foto's staat met die bekende, je hebt het in de tijd van in Londen, toen je correspondent was, met Charles, met de koningin zelfs wel eens gesproken. Ja, dat is trouwens wel. Een anekdote over de koningin van Elisabeth vertellen. Toen ik bij de Golden Jubilee was ik op Windsor Castle als enige journalist uitgenodigd van alle Europese journalisten. Dat was heel bijzonder. En toen heb ik 10 minuten met haar gesproken en er stonden honderden mensen in de rij, allemaal in gala. En na mij kwam David Beckham met zijn vrouw. Nou, een beroemde stijl, kun je bijna niet voorstellen. 5 seconden. Toen moesten ze doorlopen. Maar mij, ik heb het gecheckt op mijn telefoon. Ik denk, dat kan niet waar wezen. 10 minuten. Waarom? Ze was helemaal benieuwd. Wat vind jij als Nederlander hoe Londen eruit ziet? Wat doe je dan? Wat zei je, een beetje groeslicht mag beter opgeruimd worden. Nou, Londen heeft er ook last van. Londen heeft er ook last van. Een beetje Willem... Den Bosch promotie gedaan, Willem? Nee, toen niet. Nee, nee. Als je nou met zoveel beroemdheden, bekendheden omgaat, en je doet dat jarenlang, hè? Hoe kijk jij daarna, naar al die wereldjes? Want het zijn wereldjes van glitter en glamour. En het is ook vooral de buitenkant waar jij je aan laaft. Hè? En met iedereen ook op de foto gaat. Maar ben je er anders naar gaan kijken? Ja, luister, we moeten allemaal elke dag naar de wc. Iedereen is een gewoon mens. Of je nou een koning, een prins, een premier bent, het doet er allemaal niet toe. Het zijn allemaal gewone mensen. En over het algemeen is mijn ervaring dat ze heel geïnteresseerd zijn in de samenleving, in andere mensen. Is dat zo, ja? Ja, dat vind ik wel. Ja. Als je met Mark Rutte praat, die Mark Rutte, dat vind ik heel opvallend. Ik heb ooit laten ontvallen dat ik een anglofiel ben. Dat ik dus gek ben op alles wat in Engeland gebeurt. En verdomd, hij had een gesprek gehad met Boris Johnson. En die had een boek geschreven over Winston Churchill. En hij heeft dat boek toen gekocht. Heeft dat door Boris Johnson laten signeren. Heeft hij zelf ook nog zijn handtekening ingezet. En vervolgens aan mij overhandigd. Een half jaar later nadat ik gezegd dat ik zo gek was op Engeland. Ja, ik vind dat toch bijzonder. Ik had met Ton een voorgesprek voor zijn komst hier en zei... Oh, je Willem Kool, die is net zo ijdel als ik. Nou, ja, misschien word je dat wel een beetje. Ja? Als je altijd... Kijk, toen ik Stan Huygens werd, of nee, nog hier bij het Brabants Dagblad werkte... Ja, dan stond ik achter een touwtje en dan... Ja, dan zag je al die ministers enzovoort. Die gingen ook samen eten met de burgemeester, met de commissaris van de koning. En dan kwam mijn collega toen, van het Stan Huygens Journaal, die stond tussen die mensen. Die at met die mensen. Ze dacht, dat is de baan die je moet hebben. Nou ben je met pensioen gegaan. Ga je dat heel erg missen, al die contacten? Nee, want het rare is, de uitnodigingen gaan gewoon door. En ik ben natuurlijk nog actief op sociale media. Life is cool. Cool, maar dan met een K. Life is cool. Ja, en ik heb ruim 20.000 volgers en die vinden het fantastisch. Dus je wordt nog overal uit. Maar ik word steeds overal. Ik zag jouw lijstje waar je allemaal dit jaar geweest bent. Ik zag Sint Maarten, je hebt een tijd in Zuid-Afrika gezeten. Je gaat kerstvieren in Rio de Janeiro. Je gaat direct naar Albert en Onno, hè, onze beroemde echtpaar hier in de stad. Ja. Het gaat gewoon door. Het leven gaat gewoon door. Ja, ik moet zeggen, ik besef ook wel dat ik een heel mooi leven heb. Maar misschien kan Ton, je hebt ook altijd in de belangstelling gestaan hier in de stad. Op een gegeven moment ben je geen burgemeester. Maar heb jij dat wel eens gemerkt van, hey, je komt toch wel anders binnen? Absoluut, zeker. Maar ik doe natuurlijk nu ook wel mijn best om te downsize. Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Ik denk dat ik dat ook 5 jaar netjes gedaan heb. Is nu voorbij. En ik probeer ook natuurlijk gewoon zelf met andere verwachtingen naar iets te gaan. Ik ga deze week 6-7 keer naar voorstellingen van het Theaterfestival de Boulevard. Maar dan kom je toch anders binnen dan wanneer als burgemeester ook aangeeft. Maar mis je dat? Of? Ik kan zweren dat ik, ondanks dat ik het dacht, dit kan Ton niet missen. Dat ik het geen uur gemist heb. En dat klinkt heel raar. Maar dat komt ook omdat ik me geen uur verveeld heb. Want ik ben heel erg druk nog. Jullie missen het niet. Nee, het leven gaat door. En als je nog steeds wordt uitgenodigd, zo af en toe, ja, dan is het toch wel heel bijzonder. Je ziet ook dat de mensen het gewaardeerd hebben wat je vroeger gedaan hebt. En nog waarderen, omdat ik op sociale media, zeg maar, mijn journalistieke bezigheden... Je leeft verder op sociale media. Ja, alleen, het is geen moeten meer. Het is niet wanneer ik er zin in heb. En dat maakt het nog leuker. Waar wij nu zin in hebben is onze rubriek, onze gepensioneerde brugwachter Toon Verlit. Hij kiest weer een van zijn favoriete bruggen uit.
De Trierbrug, gebouwd in 1972, vernoemd naar de zusterstad Trier. Mooie stad. Deze brug kan ik niet bepaald een schoonheid noemen. Gewoon betonnen platen op een paar pijlers. Maar hij moest wel hoog genoeg zijn voor de scheepvaart. Vandaar dat hij zo enorm is. De scheepvaart ging er vroeger onderdoor, richting Zuid-Willemsvaart. Nu liggen er alleen nog maar binnenvaartschippers die even willen uitrusten en hun auto willen lossen. De stad kunnen ze niet meer invaren. Aan de ene kant ligt de Zuid-Willemsvaart en aan de andere kant de Echtveldplas. In vaktermen is het een plaatbrug. Die bestaat uit betonnen platen, dus het is gruwelijk zwaar. In 1984 stond deze brug bomvol toeschouwers voor de powerbootracewedstrijden hier op deze plas. De Grand Prix was naar Den Bosch gehaald in de tijd dat we ook Den Bosch op de Stoere Tour hadden. Het moest allemaal wat levendiger. Het werd iets te levendig als je het mij vraagt. Want bij de Grand Prix ging na de tweede manche iets mis. De Italiaan Luigi Valdano werd hier met botenal gelanceerd, belandde in het ziekenhuis en overleed. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. De schroef van zijn boot raakte los en sloeg tegen een van de pijlers van de brug. Gelukkig staat de brug er nog. Hij was 21 jaar lang burgemeester van, zoals hij dat zelf zegt, deze mooie stad. Hij is senator, zit voor het CDA in de Eerste Kamer, heeft nog wat commissariaten, geeft graag adviezen. En hij is, dat weet niet iedereen, een enorme wielerfan. Ton, wanneer begon dat jou voor het eerst? Ik heb ooit van jou dat verhaal gehoord dat jij jouw wielerleven eigenlijk onder de tafel van een jury begon. Leg uit. Dat was eigenlijk zo'n soort tafel. Vroeger zaten juries op vrachtwagens waar schragen stonden met planken erop. En mijn vader was, toen ik kind was, voorzitter van heel veel juries in Brabant, in zijn geboorteplaats, in de plek waar ik geboren ben. Hè, Maden, Waspik, Alphen, maar ook op de Acht van Kaam. En hij nam me als kind al mee naar de Acht van Kaam, was ik 9 jaar. Met een badtas vol met brood voor 3 maaltijden. En dan zette hij me op de eretribune. En dan was daar 's morgens om 8:30 helemaal niemand. En dan kwam je af en toe een ijsje brengen. Maar dan 's middags om 3:00, als de winnaar van de Tour kwam, Jan Jansen of Joop Zoetemelk. Ja, dan was ik als kind, dan kon ik niks meer zien. Dus dan, wat doe je dan? Dan ga je naar je vader. En die zat dus hier. En ik ging tussen zijn benen zitten en hier liep de streep. Dus ik zag het als kind al op de eerste heel rij, dichtbij. Maar ik zag ook de onderhandelingen van de renners over. Kan er niet 10 ronden af, want we beginnen te laat en dat soort dingen. Dat is prachtig. Toen werd jij uiteindelijk burgemeester. Ik maak een grote stap. De burgemeester van deze mooie stad, zoals je dat zelf zegt. Toen kwam de Tour de France naar Den Bosch. En die heb je toch als burgemeester gemist. Ja, dat vond ik heel, heel jammer, want ik was in die dagen wielerbestuurder. Ik was 5 jaar vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Ik ben 5 jaar vicevoorzitter van de Ronde van Nederland geweest. En nog wat dingen, NOC. Dus ik dacht, wow, dat zou mooi zijn als ik dat mag doen. Hè? Dat moment, maar dan ook met al die relaties en zo. Maar de planning was, dat moet iemand doen die ingewerkt is. En dan moeten we niet met die nieuwkomer doen. En toen wisten ze natuurlijk nog niet dat ik zou komen. Want ik zeg eerlijk, ik had het bij mijn pink gedaan. Maar wat gebeurde was dat de start was hier de proloog bij de Brabanthallen op 2 juli. En die heb ik vanuit de achterbankjes gezien. En 3 dagen later werd ik hier benoemd. Anekdote, ik ga via de achterkant de Brabanthallen in om eigenlijk maar niet te veel op te vallen. Want de benoeming moest nog steeds afkomen. En daar stopt de bus met alle bobo's van de internationale wielerunie. En die zeggen, monsieur Le Maire, hey, monsieur Le Maire. Ik zeg, dat weten ze hier nog niet. Tom, we hebben jou uitgenodigd omdat de Vuelta volgende week hier naar de stad komt. En jij opende voor mij ook een beetje de ogen toen je zei, ja, die Vuelta is eigenlijk maar 1,5 uur hier in deze stad. Ja, dat is het nadeel van een start hebben.
Het is heel leuk. Het is ook, past ook heel goed in de traditie dat het gemeentebestuur dit nu hiervoor ingeschreven heeft. Ze doen ook hun best om er een mooi randprogramma omheen te maken. Maar per saldo is het zo. Ik weet niet de exacte uren, maar meestal is het zo. Die renners komen om 11:00 op het podium. Dat is wel heel leuk voor de toeschouwers, hè, want dan kun je ze van dichtbij zien. Dat gebeurt hier op langzaam. De Citadel, hierachter. Ja, en dan... dan handtekening zetten, deelnemerslijst en je kunt de handtekening vragen. Dus daar moet je eigenlijk eigenlijk een beetje aaien. En dan rijden ze ook nog langzaam de stad uit, want de eerste 10 kilometer mogen ze niet wegspringen. Dus de stad geniet daar heel erg van. Maar om 11:30 is het wel weer voorbij. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan kijk ik ook een beetje naar Wouter als binnenstadsmanager. Want ze gaan in kriskras, overal alle straatjes van de binnenstad gaan ze wel doorheen, heb ik begrepen. Maar moeten we hier heel het is leuk natuurlijk, maar moeten we nou hier heel blij mee zijn? Nou, waar ik heel blij mee ben, is dat er ook nog in het verlengde hiervan of eromheen een festival Vuelta Hollanda is met een fantastisch programma. Waar juist die dingen waar ik heel blij van word in Den Bosch, de cultuur die we hebben, de theater, muziek, een linkje maakt met de ondernemers en de sport. En dan zeg ik, ja, dat is dat warme bad wat wij maar is de om die anderhalf uur... Is de Bosch een wielerstad? Ja, natuurlijk. De stad van Gerard Schulte. Ja, tuurlijk. De Bosch is absoluut een wielerstad. Volgens mij, Tom, wordt nog steeds elk jaar ook de grote de wielrenprijs van het jaar. Maar volgens hier mij in deze stad uitgereikt. Is dat ook het enige, Tom? Ja, daar heb jij wel een punt, Theo. Laat ik het op een andere manier zeggen. Toen de Olympische Spelen aan Londen werden toegewezen, gebeurde dat omdat Sebastian Coe, de voorzitter, zei... Er zit een verhaal achter dit evenement. Wij willen dat door die Olympische Spelen naar Engeland te halen... Daar ben je 7 jaar aan het voorbereiden en nog een beetje nazorg... Dat er meer mensen gaan bewegen, dat er meer kinderen gaan sporten en dat er minder obesitas zal zijn. Er zat een verhaal achter het event. Je moet zo'n event gebruiken als een soort uithangbord eigenlijk. Om meer mensen aan sporten te krijgen. Diepere lading. Of om je stad economische of de sociale cohesie, dat kan allemaal. Hogere doelen erachter. Nog een voorbeeld. Rotterdam had het Eurovisie Songfestival. Dat had voor mij veel meer waarde gekregen, want fantastisch georganiseerd overigens hoor. Maar als de stad ook geïnvesteerd had in meer muziekles, in meer muziekscholen, meer kinderen aan muziek brengen, kijk, dan heeft het ook legacy. Anders is zo'n event van, ik heb het gezien in Rotterdam, ook met de Tour de France, dat is dan anderhalve dag hebben ze in je stad en dan is het ook echt afgelopen. Ja, je moet eigenlijk net als Kopenhagen 3 dagen de start van de Tour de France hebben. Hadden wij ook, hè? De presentatie, de eerste proloog, de eerste rit. Ik ben er geweest in de Kopenhagen. Het was fantastisch. Ja? Ja, het was de hele stad stond op zijn kop. En, de mensen in de Denen vonden het fantastisch. Ik geloof niet dat er ooit zoveel mensen langs de route hebben gestaan. Dat hadden ze helemaal niet verwacht, de mensen, de deelnemers. Het regende trouwens ook in Kopenhagen. Absoluut, Toen de proloog kwam er nog in, de proloog. De proloog, die regende, absoluut. Het was en voor proloog, mij mag, etappe Den Bosch, de start uit Den Bosch en twee avonden voor mij mag ervoor. Ook daar de lat omhoog en om in de taal van Ton te spreken. Ik wil heel graag dingen over de finish heen trekken. Dus ik zou heel erg, mooi voorbeeld wat je geeft van... een tour-etappe of een start om mensen meer in beweging te krijgen. Hoe ga je daarna mee om? We hebben de EKP-tank hier gehad en hebben we ook geïnvesteerd als gemeente en als Den Bosch Partners om banen langer te laten liggen, ook in de buitenwijken, om meer mensen met elkaar te verbinden. Je moet het niet bij die anderhalf uur laten dat de Vuelta hier is. Exact. Ik zou heel graag de dingen over de finish heen trekken en echt willen verankeren in de hele bijzondere stad die wij als Den Bosch zijn. We zitten midden in de Bosse zomer. We hebben nog een paar dagen prachtig weer voor de boulevard. Daar gaat iedereen naartoe. Ik zie Ton daar ook regelmatig rondlopen. Maar deze Bosse zomer, wat gaan jullie doen, Wouter? Kom je eigenlijk nog wel in de stad of blijf je lekker aan zee in Noordwijk? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat het thuisfront zeer verbaasd kijkt als ik 's ochtends van het strand met de hond eventjes een kwartiertje ben en dan de trein pak naar Den Bosch. Maar ik heb al een viertal elementen van de Bosse zomer meegemaakt. De boulevard ben ik veel geweest. Ik vind het fantastisch. Ik vind als je in het Zuiderpark binnenkomt en je loopt over de Vlonders, over het water heen. Er gebeurt dat, meidje. Ik vind het fantastisch.
fantastisch. En dit is voor mij weer die bevestiging van de bossenzomer, de boulevard. Laten we het omarmen, laten we het echt volgende over de finish heen trekken. Daarna de kermis weer. Jij brak dit mee, de bossenzomernacht. Ja. Wat is dat? Hebben als Den Bosch en partners hebben we samengewerkt met de organisatie van de bossenzomer. Van, ja, het is toch heel erg ontstaan in nood. De bossenzomer. Er zijn best wat uitdagingen nu om de bossenzomer net zo levendig te houden als de 2 jaren daarvoor. Wat als we het nou breder kunnen trekken en ook meer kunnen omarmen, met name retail, de ondernemers. Dus er komt een avond, dan kunnen we doorshoppen en de hele nacht er komt kunnen we een avondevent met... Ik ga je een beetje helpen qua tijd. Het wordt 2 september. Winkels blijven open tot 11 uur in het centrum. Er komt een soort uitmarktachtig presentatie van heel veel cultuur, theater, zang, dans in het centrum. Met een waanzinnige afsluiting om 11:30 op de markt. Theater Tol, internationaal fameus act. 2 september. Je moet gewoon komen. Misschien 2 Willem september. Er ook al. Wat ga jij verder doen, Willem, deze zomer? Ik vaar vooral met mijn boot over de Amsterdamse wateren. Rachten. En daar zwem je ook in. Dat is ook fantastisch, want het water is erg schoon momenteel. Ik ga 22 augustus naar Marrakesh. Mijn vriend is 24 augustus jarig, dus dat vieren we in heel heet Marokko. Dat is 45 graden. En dan ben ik in september weer terug. En, dan, en daarna wordt het weer... dat hangt er van af. Ik moet mijn vlucht nog... Ik ga mijn vlucht nog veranderen. Dan ga ik mijn vlucht veranderen. En Ton die gaat op de fiets, denk ik. Vanavond naar de boulevard, morgen naar de boulevard. En de Vuelta, die hoop je nog mee te pikken, hè? Want je vakantie staat, geloof ik. Ja, ik vertrek dan... Die dag. Ja, misschien kun je tegelijk met de renners de stad. Nou ja, kijk maar. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Een bijzondere combinatie, deze 3 heren samen aan tafel. Dank jullie wel daarvoor. En de kijkers zeg ik graag tot volgende week wederop op de tramkade hier. En wellicht staat hier nog alles dan, of is alles weggehaald, wie weet het. Tot ziens.